Het Hageland, een heuvelachtige streek in Vlaams-Brabant. In het westen begrensd door de Deile, in het noorden door de Demer, in het oosten door de Grote Geten en tenslotte in het zuiden door de steenweg Leuven-Tiene. Grote heuvels, plateaus eigenlijk en uitgestrekte vlaktes wisselen elkaar af. Deze twee jongelui beklimmen de Kesselberg en worden beloond met een prachtig zicht op Leuven en omgeving. Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er hier, net als in de rest van Vlaanderen, een acuut gebrek aan landbouwgrond. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de explosieve toename van de bevolking en het feit dat de beschikbare grond in deze streek niet erg vruchtbaar is. De Hagelanders maken gronden vrij door grote stukken historisch loofwoud op te offeren. Begin van deze eeuw bijvoorbeeld, dan was dat één bos, hè? Tot Aarschot en misschien en waarschijnlijk verder. Daar blijft nog een stuk van over in de buurt van het kasteel van Horst. Dat is nog een gemengd bos met eik, es, berk. Dus gemengd bos. En dat is grotendeels uitgeroeid en vervangen door cultuurbossen, aspergebossen. Maar die aspergebossen van snel groeiende Canadese populieren zijn wel van groot economisch belang. Onbruikbare gronden voor de landbouw leveren zo tenminste hout op. En op de bruikbare stukken land verbouwen de Hagelandse boeren vooral bieten. Ja, dat is de bietenoogst. Dat is een belangrijke, waarschijnlijk wel de belangrijkste teelt in het Hageland. Hier zijn ze bezig met ze eruit te trekken. Ze hebben eerst de koppen afgesneden en nu trekken ze eruit met een speciale tang, hè. De Hagelander zoekt en vindt ook een methode om van de weinig vruchtbare heuvelgronden nog iets te maken. De hellingen zijn erg goed geschikt voor de druiventeelt. Hier zien we een muur in Wezenmaal opgetrokken uit losse ijzerzandstenen, die de boeren van de akkers hebben gehaald. De muur beschermt de druivenranken tegen gure weersomstandigheden. Elke hoeve heeft in die tijd trouwens nog zijn eigen druivelaar. Harde, steenhoutende grond op de heuvels blijkt ideaal voor de perziketeelt. Uitgestrekte boomgaarden vormen in de jaren 50 en 60 dan ook een belangrijk onderdeel van het Hagelandse landschap. En de perzik wordt een economisch belangrijk product. Het plukken van de vruchten is vooral een werkje voor de Hagelandse vrouwen. Maar de Hagelander zit niet altijd op het veld of in zijn boomgaard. Het sociale leven stelt in die tijd nog heel wat meer voor dan tegenwoordig. Ontmoetingsplaatsen zijn onder meer de talrijke markten. Er zijn ook regelmatig dorpsfeesten waarop er bijvoorbeeld gevolgsdanst wordt en gedronken. De kinderen van het Hageland houden zich bezig met eenvoudige dingen zoals het nieuwjaars- en drie koningen zingen. En dat ging ook toen niet altijd even makkelijk. Nieuwjaarszangers. En ze komen niet open doen en dan lopen ze weg en dan zingen ze. Oeh, gewas liegen, gewas er zitten hier gepinnen was. Hoog huis, laag huis, daar zit een gierige pin in huis. Ze krijgen niks. Drie koningen zingen doen de kinderen nu nog. Dat kan niet gezegd worden van het zandtekenen. Ook een traditie in het Hagelandse volksleven. Deze vorm van vermaak is zo goed als helemaal verdwenen. Guust Bosmans heeft natuurlijk wel meer dingen zien verdwijnen in zijn lange leven. Maar hij vat het filosofisch op. Dat is leven, hè, man. Daarom is de film zo interessant en belangrijk, omdat het niet meer bestaat. Thank you.
Thank you.